Hoe is het nu mogelijk dat er een veete bestaat tussen Aalst en Dendermonde? Dat is toch eigenlijk niet nodig. En dat was ook niet nodig. De tijd geweest toen er nog heren waren in Aalst. Nu zijn er alleen nog boeren in Aalst. En heren in Dendermonde, die zijn er nog altijd. Dat ze samen in het graafschap Vlaanderen letterlijk en figuurlijk de plak zwaaiden. Na de moord op een graaf beslisten zij wie de nieuwe graaf zou worden. De steden van Gent en Brugge beefden wanneer de heren van Aalst en de heer van Dendermonde samenkwamen. Hoe is dat kunnen veranderen? De twee steden hadden toen twee schone Lotharingse kleuren. Rood en wit, zilver en keel. In Aalst hebben ze er een derde kleur aan toegevoegd. De kleur geel van jaloezie. En net. En hoe komt dat, dames en heren, dat ze jaloers zijn? Als ze moeten van waar ook op planet Earth naar hier met een boot komen, dan moeten ze de schoonste, de machtigste en de prachtigste stad passeren. Ze varen voorbij onze schitterende bruggen. Ze komen aan de haven, aan het huis van onze machtige pijnders, de havenarbeiders. Ze varen voorbij ons kasteel. En hoe komen ze? Met boten, vol met rotte ajuinen. Met boten, vol met beer, dat ze in Antwerpen gaan halen zijn om hier hun onvruchtbare velden te komen bestrooien. En hier, dames en heren, in het lelijkste stadhuis ter wereld, werden snode plannen gesmeed. De Dender verleggen. Loont Dendermonde recht naar Bostreus City zelf. Zat er in het stadhuis een ingenieur van bruggen en wegen omgekocht om een plan te tekenen in 1885. Maar de Aalstenaars hadden buiten de waard gerekend. Wat gebeurt er toen dat plan klaar was? Niemand minder dan mijn voorganger burgemeester Den Bruin werd minister van openbare werken. Dat plan van Olst in 1000 stukjes en die ingenieur Leopold en Twitte eigenhandig zijn hand afgekapt, zodanig dat hij nooit zo geen plannen meer kon tekenen. Nooit meer. Tweede reden van de grote jaloezie is het feit dat een belangrijkste rechtgever na keizer Justinianus niemand minder dan Napoleon Bonaparte zelf beslist heeft dat die rechtbank niet langer in Olst kost blijven. Hoe kunt je nu mensen die recht zoeken, de waarheid vinden, naar een stad sturen waar de rechters lampadairs op hun kop hebben en met een vogelmuid rondlopen en op die manier proberen aan de mensen wijs te maken? Dat gaat toch niet? Dat gaat toch niet? En daarom kwam in 1800 de rechtbank eindelijk naar de stad der wijsheid, eindelijk naar de beste stad, Dendermonde zelf. En als grote dank hebben wij in 1807, ter gelegenheid van de verjaardag van toen al Zijne Majesteit de Keizer Napoleon, een fantastisch feest georganiseerd. En voor het eerst in 45 jaar kwam ons prachtige, machtige, edele, superschone Rosbeiaard weer van stal. En natuurlijk waren ze jaloers, want in Aalst waren ze dat van Hulder kwijtgespeld. Alles dat ze remmen, doen ze zelf kapot. Ze zijn, zoals de omgekeerde koning Midas, geeft Hulder goed en ze maken er lood van. Al het schone verdwijnt hier, al het lelijke blijft hierover. Kijk rond, dames en heren, kijk rond. En sindsdien is het machtige paard van Dendermonde de triomfator, de schoonste triomftocht, gedragen door de sterkste mannen die er zijn, bereden door de schoonste van het land, een bron van gigantische jaloezie tussen de stad
Aalst en Dendermonde. Ze zijn hier geen ware Vierheemskinderen. Wij zijn hier niet. Wij hebben de ware Vierheemskinderen. Want wij alleen hebben het enig echte gepaard. Ja, ja, roep maar hoe. Het is het enigste dat je kunt doen. En, als ik je één raad mag geven, nadat we deze triestige parade hier mogen meemaken hebben, is er binnen amper 2 weken een onwaarschijnlijke kans om hier uit die verdorven Aalsterse klei te kruipen en u te laten opstijgen, omhoog klimmen, zoals je op een sociale ladder omhoog klimt, naar het mooiste, schitterendste en beste paard van planet Earth. Nice stilletjes, hé. Nice stilletjes, hé. Als de waarheid gezegd wordt, dan wordt het stil. En terecht. En terecht. Maar als we nu één zaak mogen zeggen, burgemeester, alweer, ik ben content dat ik hier ben, voor de Oostenaars uitgelachen te worden. En Ada Gulder door de UNESCO uw schone titel van werelderfgoed afgepakt zijt, hebben we vanuit Dendermonde een nieuw project ingediend. We maken werelderfgoed van de Veete tussen Nolst en Eilewolde. En dan gaat iedereen meezingen. Godverdomme, als Schertermaler passeert en Rietje wat dat er door gebeurt. Er pert al op dat basketslasje, verwant lachen op een wildeklasje. Kom vlees met ters bij de vleten, zal wat in dat er dan zien. Het dat ik op geen vloeit, ga maar om, de senior is uit. Beestje is baschom, als dat van ons buiten gaat. Goed gedaan, voilà. Van harte welkom aan de vriendelijke collega, de baljuw van Dendermonde. Piet Buyssen en zijn lijfeigenen uit het Schepencollege. Aan de eregasten van Dendermonde. Wij ontvangen u graag. Wij ontvangen u graag op onze grote markt. Eén van de vele stadsparels. Met zijn talrijke historische gebouwen. Waaronder het oudste Belfort der Nederlanden. Als je dat met Dendermonde vergelijkt, in Dendermonde zit je min op de markt en ten pijsde vla kermis. Dat is de Dendermonde. Het is iets anders in Dendermonde dan in Aalst. De grote markt van Dendermonde, daar wordt nu aan getimmerd. Ze zetten daar allemaal kartonnen gevels van historische gebouwen, namaakgevels die na de doortocht van hun paard zorgvuldig zullen worden afgebroken. Even terzijde. Weet jij hoe dat ze in Dendermonde een garagist en een dierenliefhebber noemen die zelf zijn auto repareert? Een gajagist. Beste mensen, uiteindelijk is het een stunt geweest om dit paard, het Ros Ballaton, zijn plaats te geven die het verdient, namelijk de grote markt van Aalst. En tussen haakjes gezegd, die wedijver tussen Aalst en Dendermonde, dat gaat vele, vele eeuwen terug. Maar dat heeft eigenlijk niks te maken met dat fameuze paard. Maar wat er ook van zij, de hippologia, ja, dat is een moeilijk woord voor de mensen van Dendermonde, de paardenkunde heeft ons al veel plezier bezorgd. Vele tientallen fratsen en anekdotes getuigen van de uitstekende rivaliteit tussen de stad Aalst en het dorp Dendermonde. Ik ga u het vertellen over contrasten. Vandaag fêteren wij het Ros Ballaton. Dit edele ros, goede vrienden, loopt sinds 1953 mee in de carnavalstoet. En we kunnen vaststellen, in tegenstelling tot dat ponnieke in Dendermonde, dat de conditie van dit paard uitstekend is. Het Ros Ballaton heeft het niet nodig om 10 of 12 jaar uit te rusten vooraleer het opnieuw een Turke kan doen. Het is begrijpelijk dat het Ros Ballaton vanuit bepaalde hoeken met argwaan en soms zelfs ja met enige jaloezie wordt bekeken. Jeff Douwe die durfde het zelfs aan om ons Ros Ballaton te omschrijven als een veulen op rubberpoten
of een sergiepaard met basketsloesjes. Als ik kan hier zien, ik heb dan een schoen, hè, Piet. Wat verdomme. Ik vind al die vernederingen en die pijnlijke woorden die hier vandaag gericht zijn door mijn ambtsgenoten uit dat kleine dorp, amper 30 kilometer hier vandaan, waarvan de wegen van en naar uiterst moeilijk bereikbaar zijn. Ze hebben daar geen circulatieplan, want er is geen circulatie in Dendermonde. Vanop deze tribune wil ik klaar en duidelijk stellen, het zou passend zijn, en je kunt er 10 jaar over napijzen, om een historisch pardon uit te spreken voor de beledigingen aan het adres van het Rosbalatum. Dat staan. Maar, lieve vrienden, en dat zeg ik vanuit de warmste kamer van mijn Oostershert, iedereen kent wel iemand uit Dendermonde in zijn kennissenkring. Iedereen kent wel iemand. Blijf vriendelijk tegen de mensen van Dendermonde. Geef hun goed eten. Geef hun nieuwe warme kleren. Doe dat. Koester geen gramschap tegenover de mensen van Dendermonde. Dendermondenaren zijn synoniem voor sukkelaren. Dendermondenaren, dat zijn ook mensen. Dat zijn ook mensen. Wij viseren hen niet. We kijken niet op hen neer. Of zoals dat ze zo schoon in het Latijn zeggen. Aquila non captat muscas. De arend vangt geen vliegen. Goede vrienden. Ik rond af. Het is een schitterende dag. Na afronding van deze schitterende dag. Door de opperdraak. Bieden wij u straks een receptie aan in onze nieuwe evenementenhal. Zijnde de trouwzaal. Het spijt mij dat wij de Dendermondse eregasten niet kunnen voorzien van hun lievelingsgerechten kopvlees en makel. Ik hoop dat uw magen, de fijne Aalsterse kost wel zullen kunnen verdragen. Vanuit de stad Aals is al dikwijls nagedacht over hulp aan Dendermonde, zodat zij ook meer welvaart kunnen groeien. Het heeft geen zin om aan die mensen van Dendermonde vis te geven. Dat heeft geen zin. We moeten nu gewoon leren vissen. Al heeft de geschiedenis aangetoond dat het nooit makkelijk is om vanuit Aalst aan Dendermonde, aan wie dan ook, aan iemand iets te leren. Niettemin, ook onze buren uit het dorp D verdienen meer welvaart. En hun regelmatige sneren aan het adres van het welvarende Aalst, de meest charmante stad van Vlaanderen, moeten we ruimhartig en grootmoedig naast ons neerleggen. Wij zijn dichte en de rest zijn sikkelaars. Aan discrimineren op basis van afkomst mogen we niet meedoen in Aalst. Voor ons heeft iedereen het recht om uitgelachen te worden. Aan al die Aaltenaars, mocht u het snode gedacht hebben om naar Dendermonde af te zakken, binnen Paan, ik moet gewoon. Ik kan er niet aan uit. We moesten gulle moeten gaan. Pakt ajonen mee. Je moet er niet aantrekken. Pakt veel ajonen mee. En doe mij hier plezier. Je mag van mij altijd naar Dendermonde gaan. Ik zie dat niet zo gern. Maar ik zie u allemaal graag terugkomen naar de enige echte keizerlijke steden van de drakenieren. Kom naar ons terug. Dank u. Oost, een wereldstad. Waar haven van Oost?